Oké, okay, toch bedankt. Succes verder. Oké, okay, okay. Ga. Kelfin, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kelvin. Ik ben hier samen met Nina. Hoi. Stel jezelf voor, bro. Ik ben Nina, yo. En dan mag je alles eten. Je hoort, ze gaat alles zeggen. Oh mijn god, ik heb mezelf weer zo vee. Heel zielig voor jou. Nina is mijn vriendin en tegelijkertijd ook mijn tegenstander van vandaag. Ja. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van De Dikste Dealer. Het programma waarin ik de strijd aanga met iemand anders om door middel van Marktplaats de meest epische challenges ooit te voltooien. Wat? Spuugt. Nou en? Vandaag hebben wij een opdracht die als volgt luidt. Wij krijgen 6 uur de tijd om via Marktplaats 3 outfits te scoren voor een oma. Voor omaatje. Weet je hoe moeilijk dat is? Jazeker, dat weet ik. Wie heeft dit bedacht? Ik. Oké, en weten we ook van tevoren hoe oma eruit ziet? Ja, oma ziet er zo uit. Dit is omaatje. Je kent omaatje toch wel? Hi omaatje. Hoe gaat het omaatje? Dan krijgen wij 6 uur de tijd om 3 verschillende outfits te fixen. Een uitgaansoutfit, een chill outfit en een sportoutfit. Ja, dus dat is de opdracht van vandaag. En aan het eind van de dag zal omaatje een modeshow lopen in de kleding. En echt? Gaat omaatje dan bepalen welke het beste heeft. En dan weet omaatje niet wat van wie is. Nee. Oké, dat vind ik spannend. Ben je er klaar voor? Nee. Oké, we gaan wel beginnen. Let's go! Nina en ik krijgen 6 uur de tijd om 3 outfits te scoren voor een oma. 1. De uitgaansoutfit. Voor een klassiek avondje helemaal naar de tering. 2. De chill outfit. Voor als je de hele dag thuis Rummy Cup gaat spelen. 3. Sportkleding. Voor als je gaat sporten. Vrij duidelijk. Aan het eind van de aflevering loopt oma een modeshow en gaat blind bepalen welke outfits het mooiste waren. Degene met de meeste geslaagde outfits is deze aflevering de dikste dealer. Let's go! 3 outfits in 6 uur voor oma. Ik heb nog nooit in mijn leven een oma gesteld. We gaan even kijken wat Marktplaats voor ons heeft. Edgy succes, hè? Ik wens jou geen succes. Als ik zo naar je outfit kijk, dan weet ik al dat ik straks heb... Wat zeg je? Doei! Ik heb iets. We gaan beginnen met de uitgaansoutfit. Ik vind oma kan best wel een hakkie aan. Dus ik heb suède sandalen gevonden met een plateautje. Want oma's krimpen ook altijd, dus dan heeft ze een beetje weer meer lengte erin. En die gaan we even ophalen. Let's go! We zijn er. Eerst nog adres. We gaan schoenen halen. Hi, Nina. Hi. Nou, dat is best een lekker plekje. Ja, is wel chill. Nou, ik kom dus voor de schoenen. Ja. Ik zag ook dat je een ander paar op Marktplaats had staan. Ja, ik vind deze eigenlijk wel leuker, denk ik, voor oma. Oké, okay, even die tientje. Dankjewel. En ik hoop dat oma er blij mee is. Ja, dat hoop ik ook. Oké, okay, ik ben lekker onderweg. Ik ben aangekomen bij mijn allereerste adresje, namelijk het bloemetjespak. Ik hoop dat ze aanwezig is en dat ik het pak straks heb. En dat die tof is en dat die niet stinkt naar scheid. Dat zou ook jammer zijn. Die oma heeft gewoon Air Max's. Hey, ik ben Kelvin. Thomas. Hey Thomas. Ik ben hier voor iets. Ik ben hier voor dit. Ja, het ziet er wel geen, het ziet er wel lekker uit. Ik moet wel even kijken of hij... Zo. Nou, dat gaat... Dat gaat hem niet worden. 20? 30. Goed. Alsjeblieft. Ja. Dan ga ik mijn avontuur voortzetten. Ja, succes. Oké. Okay. Dames en heren, jongens en meisjes. Opdracht 1 is voltooid. Ik heb het bloemetjespak. Flower power, bitch. We gaan door naar het volgende adres. Hey. De eerste aankoop. Is binnen. We hebben tenminste al 1 ding, maar naast een uitgaansoutfit moest ik natuurlijk ook een sportoutfit shoppen. En daarvoor gaan we nu ergens heen. We gaan namelijk een sportlegging voor oma halen. Een echte Nike, 15 euro. Ook in Amsterdam, heel fijn. Moet eigenlijk wel zo snel mogelijk worden opgehaald, dus we gaan nu weg. Ze wil niet gefilmd worden, dus dat gaan we dan ook niet doen. Hallo, ik ben voor de sportlegging. Yes. Helemaal goed. Dankjewel. Hoe hip kan je het hebben? Vlak in de buurt van ons vorige adresje woont iemand die verkoopt sloffen. Slofjes. Ze zijn wel bijzonder. Het zijn wel unieke slofjes.
Maar ik ga ze gewoon ophalen. Ik heb schijt, ze zijn niet zo duur, maar ze zijn wel prachtig. Ik vind ze heerlijk. Het is wel een risico. Deze vrouw wil alleen niet op beeld. Maar ik zal je straks wel blij maken met mooie stofjes. Succes. Thank you. Have a good day. I got it. Ik heb ze. Ik ga ze nu aan jullie laten zien. Dit zijn de... Oh, dit zijn gewoon mijn schoenen. Maar als ik dan... Hey, boy! Zie je al oma voor je met deze sloffen. Dit zijn de hardste sloffen die ik ooit van mijn leven heb gezien. Ik ben best lekker op weg. Ik heb een episch pak, ik heb sloffen. Ik moet nog wel veel dingen, dus ik ga snel weer in de auto. Maar ik ben gelukkig tot nu toe. Aangekomen bij ons derde adres. En ik kijk toch wel een beetje uit naar dit item. Het staat ook hippe vintage sportpak. Nou, oma is natuurlijk hip en een beetje vintage. Dus ik zie een hele goede match. Ik zag trouwens dat ze ook tasjes verkoopt. En we hebben nog niet echt accessoires. Dus we gaan even kijken. Mevrouw de Bijl doet het niet. Hoeft toch wel. Hallo! Ik kom voor het vintage sportpak. Ik zag trouwens dat je op Marktplaats ook een tasje had staan. Klopt dat? Mag ik die erbij hebben? Ja, tuurlijk. Ik heb dus het sportpak. En ik heb dus ook het tasje. Het draadje. En het broekie. Nou, ik vind het er heel erg comfortabel uitzien in ieder geval. De chill outfit die we net hebben opgehaald. We hebben daar op zich nog niet echt schoenen bij. Dus ik denk, ik moet een beetje iets geks. Kels ook een beetje gek. Ik heb iets gevonden. Deze. Wie wil nou geen gimpen met lichtgevende zool? Dat was voicemail. En dat kan ik niet echt gebruiken. Ik heb natuurlijk ook nog geen adres. Dus anders ging ik gewoon langsrijden. Maar dat kan niet. Hi, je spreekt met Kelvin. Hoi, Kelvin. Hi, ik bel even over de marktplaatsadvertentie van de legging en eventueel de Puma schoenen. Yes, dat klopt. Zijn ze er nog en ben jij ook aanwezig thuis? Ja, die zijn er nog hoor. En ik ben nog wel even thuis, ongeveer 20 minuutjes. Oké. Ik zie je zo verschijnen. Oké, doei. Oké, we zijn aangekomen bij adres nummer 3. Waar wij een daadwerkelijke sportlegging en Puma's gaan halen. Hallo. Hey. Kelvin, mag ik even binnenkomen? Ja, kijk, dit is oma. Oma gaat aan het eind van de dag... Een makeover. Ja. Zo lief, hoe oud is ze? Ik heb geen idee. Laten we zeggen... Een kleinzoon. Laten we zeggen 80 of zo. Oh my god. Schoenen. Ja, goud. Mooi. Oké. Betalen. Marktplaats app kun je betaalverzoek doen. Zullen we dat doen? Oké, betaling geslaagd. Ik ben wel tevreden. Kijk, deze legging, dat kan sowieso niet fout gaan. Met dit eronder, nou, wat wil je nog meer? Oké, ik merk iets aan mezelf. Namelijk dat ik inderdaad niet zo heel veel kennis heb van vrouwenkleren als dat ik dacht. Dus ik heb net besloten om gewoon vol gas te gaan op mijn eigen wijsheid. En om gewoon alleen maar alles te kopen waarvan ik denk dat het tof is. En nu heb ik een soort... Ja, het is een trui. Het is een hele lange trui. Hallo met Kelvin. Hi. Hi. Ja, ik bel even over de marktplaatsadvertentie van de Nikki trui. Kan ik die zo komen ophalen? Binnen nu en 4 minuten ben ik er. Ja, dat komt goed uit. Top. Dan zie ik je straks heel even voor de duidelijkheid. Ik zie een foto bij je WhatsApp staan. Dat ben jij toch? Dan herken ik je. Een blonde, eigenlijk net iets te aantrekkelijke vrouw. Ja, ik denk dat ik dat weet. Ja, ik vind je er prachtig uitzien. Maar goed, daar hebben we het later nog wel even over. Tot straks. Oké, dank. Yes, deze vrouw. Ik denk, wat voor mogol komt er nu? Ik heb dus ook een jurkje gevonden. Ik kom er wel achter dat we wel het randje opzoeken, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat oma een mooie décolleté heeft. Nou, ik denk als ze zo op stap gaat met de hakjes en het jurkje, dat ze alle mannen uit het veld moet slaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat oma de outfit ziet en dat ze denkt, dit slaan we over. Maar ik vind, we moeten niet op safe spelen. Hi, Angeline. Nina. Dit is de jurk. Dit is de jurk. Helemaal goed. Ik heb alleen 40 euro contant. Heb je toevallig iets terug? Ga ik even voor je kijken. Ik heb alleen 5 terug en 50. Oké, zal ik dan via betaalverzoek doen? Heb je de Marktplaats app of... Oh ja. Nou, als het goed is gelukt. Ja. Betaling geslaagd staat er. Goed. Nou, dankjewel. Ik heb mijn jurk met zelfs nog het prijskaartje aan. Naast dit heb ik natuurlijk die sneakers. Ze heeft nog steeds niet gereageerd, dus ik ga nu weer proberen te bellen. Oké. Ik zie het somber in. Ze heeft nog steeds niet opgenomen.
We moeten nog een paar dingen ophalen. En ik hoop echt dat ze terugbelt en dat ze dus thuis is. En niet dat ik haar nu misloop, want dat zou ik echt balen vinden. We gaan fucking lekker. Ik ga straks een prachtige vrouw ontmoeten die mij, als het goed is, een heerlijke trui gaat verkopen. Maar, zoals je misschien weet, kunnen we in dit seizoen speciale dingen doen. Of je mag een vriend of vriendin inschakelen die je de hele 6 uur helpt. Of je zet de telefoon van je tegenstander een 30 minuten uit. Dus mag ze er niet aanzetten. Of je tegenstander moet 30 minuten stilstaan. Hallo? Dag lieverd, hoe gaat het ermee? Eigenlijk wel goed. Ik wou je even wat vertellen, namelijk ik heb besloten dat jij vanaf nu 30 minuten lang je telefoon niet meer mag gebruiken. Hoezo niet? Nou, gewoon omdat ik wil winnen. Ik vind het nog bijzonder dat je nog hoort, want volgens mij mag ik je telefoon niet meer gebruiken. Hang op dan. Oké. Succes hè, lieverd. Oké, dit is dus echt niet cool. Ik wacht natuurlijk op die chick van die schoenen met lichtjes. Die ik zo graag wil hebben, want ik denk dat ik daarmee echt kan winnen. Lina vindt het niet eerlijk. Ik hem wel. En wat ik ook leuk vind, is dat ik nu een dame ga ontmoeten die mij een trui verkoopt. Ik ben een beetje zenuwachtig. Hey. Hi. Ik ben Kelvin. Ik kom even wat halen. Ik heb Miranda. Sorry, ik moet even zeggen dat ik je er fantastisch uit vind zien. Maar dat zei ik net ook al een beetje aan de telefoon, zonder dat ik door had dat ik het zei. Maar ik vind je echt super knap, dus dat wil ik even zeggen. En nou moet je ook mij een compliment geven. Ik vind je haar leuk. Oké. Nee. Dit is hem. Ja, dit is hem. Dit is de trui. Ik ga een omaatje aankleden. Ik vond dit wel hip voor een oma. Mm-hmm. Ik ga jou even wat geld geven. 15 hele euro's. Heb je 5 euro terug, toevallig. Je bent wel heel lastig hoor. Ja, sorry schat. Ik ben er gewoon een beetje van moe. Ik ben een beetje ondersteboven. Lieverd. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie ook. De groeten. Komt goed. Doei doei. Wat was zij fucking lekker, man. Nina, ik vind je de leukste, prachtigste, meest fantastische vrouw ter wereld. Maar zij kon er ook wat van. Oké. Ik word dus gebeld door een nummer. Dit is het nummer van de vrouw van de schoenen. En die heb ik nu voorbij laten gaan. Ja, ik kan niks. Nou, dit is echt niet normaal frustrerend. Ik zie dat ik nu ook een voicemail heb. Die mag ik ook nog steeds niet afluisteren. Maar misschien zegt ze wel, nee, je kan nu komen, haal ze op. Maar daar ga ik pas over ongeveer 20 minuten achter komen. En misschien moet ik Kelvin zo meteen maar even terugpakken, want ik hoop dat hij zich ook voelt zoals ik mij nu voel. Ik heb wat gegeten. Ik heb ook gezien dat mijn 30 minuten voorbij is. Daarnaast heb ik ook gezien dat ik een voicemail bericht heb. Hey Nina, ik hoor net je voicemail. Alleen ben ik op dit moment niet thuis, dus kan ik ook de sportschool niet overhandigen. Is het een mogelijkheid dat je vanavond anders even langskomt? Want dan ben ik er wel gewoon. Nee! Dat kan dus niet, want ik heb niet zoveel tijd. En dan maar hopen dat de rest van mijn outfits wel goed genoeg zijn. Gelukkig hebben we nog een paar sportschoenen die we nu gaan halen. We gaan naar links. Hi, ik wil voor een marktplaatsadvertentie. Dankjewel. We hebben deze gele blitse sportschoenen. Ik vind ze hip, ik vind ze mooi, ik vind ze cool. Ik hoop dat oma ze ook mooi gaat vinden, dat de kleur haar gaat staan. Ik hoop gewoon dat ze het kan waarderen. Ik hoop sowieso dat ze het kan waarderen wat we aan het doen zijn. Ik ben onderweg naar een persoon die aan het werk is. En die wil wel het sportshirtje en het sportvestje aan mij verkopen. Dus die komt heel even uit het werk en die meet ik dan hier al ergens op straat. We gaan het allerlaatste kledingstuk ophalen. Het sportshirt. Dit is een Adidas sportshirt. We hadden natuurlijk al een Nike legging. Ik weet ook niet of het de beste combinatie ever is. Ik ben misschien wel het minst trots op deze outfit. Dus ik hoop dat het shirt er in het echt nog beter uitziet. De man heeft een zwarte jas. Oh, dat is deze denk ik. Hi, Nina. Zwart Adidas. Yes, alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb eigenlijk alles, maar misschien mis ik nog één paar schoenen. Maar ja, die zijn we helaas misgelopen door Kelvin zijn stop. Ik zie iemand. What the fuck? Hallo! Hey, lelijke blonde jongen, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Gaat het een beetje goed?
Ja, het gaat wel goed. Ja? Hoezo? Maar wat doe jij hier? Ja, wat doe jij hier? Ja, ik heb ook snel leren halen. Ik moet hier wat halen. Ik moet hier een sportvestje halen en een sportempje halen. Nou, dat is leuk. Want ik vind dat jij even een half uurtje nu mag stilstaan. Hier. Ja, ga maar lekker zitten of zo op de grond. Blijf lekker een half uurtje zitten. What the fuck? Waarom? Jij hebt een hulpdienst. Dit is mijn hulpdienst. Oké. Doei! Dit, maar waarom doe je dit? Doei! Hoe kan jij al klaar zijn terwijl je net niet eens je telefoon mag gebruiken? Doei! Als ik een half uur stil sta, dan ben ik over... Dan heb ik nog 1 uur en 1 kwartier om die andere shit nog te fixen. Kut! Waarom is zij hier ook? De sportkleding. Hi. Ja, ik mag niet bewegen. Nee. Kelvin. Oh, wat geniaal, want luister dan. Ik doe een wedstrijd tegen Nina, dat is mijn vriendin. Ik was ook al in de war van. En wat de fuck gebeurt er? Ja. Ja, nice. 40 was het. 40 ekkies. Dankjewel, baas. Mazzel. Ik heb het wel, maar dan moet ik wel hier nog even 25 minuten stilstaan. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik een paar hakken kan ophalen. Ze zijn wel heftig. Maar dit was eigenlijk de enige paar schoenen die ik nu op korte termijn kon ophalen. En die een beetje in de buurt zijn. Het slechte nieuws is dat ik dan eigenlijk geen tijd meer heb om iets anders te doen. Ik moet nog 5 minuten wachten en dan mag ik weer verder. Oké. Als we een beetje opschieten, dan komen de hakken sowieso goed. Dan moeten we alleen nog kijken of die broek lukt, maar ik achterkant blijf. Oké, die persoon waarvan ik het kan ophalen, die wil niet in beeld. Dus ik ben straks terug met hopelijk prachtige slangenhakken. Weet ik veel, let's go. Oké. De hakken. Ze zijn mooier dan ik had gedacht. De chillbroek die ik geregeld had, die kon ik ophalen. Alleen, dat is zeg maar wel al te laat. Dus ik hoop dat ik ze nog kan ophalen. Dan haal ik het net binnen de tijd. Jacqueline. Hi Jacqueline, spreek met Kelvin. Ik bel even over de chillbroek, de trainingsbroek. Dat gaat niet. Had je nou een half uurtje eerder gebeld, maar ik moet straks echt weg. Dat gaat me echt niet worden. Sorry, ik heb gewoon echt een afspraak. Het gaat gewoon niet lukken. Oké, toch bedankt. Succes verder. Oké. Kaak. Ja, ik denk dat ik het hier gewoon bij laat en dan de sportlegging ook gewoon als chillbroek gebruik en hoop dat ik er mee wegkom. Ik ga nu maar gewoon onderweg naar oma. Nina is daar waarschijnlijk ook, want die was al lang klaar. En dan hoop ik dat ik iets van fatsoenlijke outfits gemaakt heb. Ik ben oma Sien en ik ben 85 jaar. Op dit moment zitten we bij oma thuis. Zij is zich op dit moment aan het omkleden in de allereerste chill outfit. Dat is of die van jou of die van mij. Zij weet niet wie welke gehaald heeft. Dus ze gaat gewoon puur op basis van wat ze ziet, wat ze aan heeft, gaat ze de keuze maken. Ja. Dus ze heeft geen voorkeur voor jou of mij, want ze weet überhaupt niet wie wat gekocht heeft. Nee. Ben je er klaar voor? Is oma er klaar voor? Ik denk het wel. Oma? Hallo oma! Oh! Wat ziet u er prachtig uit? Oh, u ziet er echt heel leuk uit. Meen je dat? Ja, ik vind het echt leuk. Kijk die sloffen. Wat vindt u er zelf van? Het maakt mij een beetje dor. Een beetje dor? Dor. Het is een woord wat ik niet ken, maar... Omdat ja, het alles zo donker is. Ja. Het me pipt niet op. Nee. Okay. En zit het een beetje lekker? Is het een beetje comfortabel? Want het is wel Netflix en chill natuurlijk. Kijk, het is allemaal zo krap. Ja, dat is niet handig. Nee. Nee. Oké. Ik ben benieuwd naar de tweede Netflix & Chill outfit. Ja, ik ben er wel klaar voor, denk ik. Ik hoop het. Het is toch een lekker pakkie. Wat heerlijk. Toch? Wat vindt u er zelf van? Ja, ik vind dit veel mooier. Ja. Die kleur, hè? Van de beide Netflix & Chill outfits die u aan heeft gehad, welke vindt u het mooist, het fijnst, het prettigst? Is het deze of de vorige? Deze. Heb ik uitgekozen. Dan gaan we over op de volgende outfit, namelijk de sportoutfit. Kom maar door, oma. Nou. Kijk eens aan, zeg. Wat een leuk jasje ook. Je kunt zo een paar kilometer gaan hardlopen, volgens mij. Goed, hè? Ja. Ja. En voelt het een beetje... Ja, heerlijk. Ja? Ja.
Het voelt een beetje soepel. Het is gewoon, ik kan lekker... Ik vind dit ook erg leuk. Okay. Ja. Helemaal goed. Dan is het denk ik tijd voor outfit nummer 2. Outfit nummer 2, ja. Tot zo dadelijk. Ik moet toegeven, het zat ook echt als gegoten. Dag mevrouw. Leuk. Ja, het is wel een beetje dor, vind ik. Ja, maar die schoenen zijn toch hartstikke gekleurd. En die schoenen maken het goed. Ik wil eigenlijk een ander shirt op. Dit maakt het een beetje dor. Ja, ja. Een beetje dorig. Nou, dan is nu het moment aangebroken. Welke vond u het leukst, het best, het fijnst? Die voorgaande. Ja? Lekker! High five, oma. Goeie keus. Oké, weet je wat dit betekent? Ja, het staat 1-1. Dat het 1-1 staat. Dat het allemaal aankomt op de laatste twee outfits. Ja. Namelijk de uitgaansoutfit. Ik heb er zin in. Tot straks. Ik heb er zin in een spannende outfit. Ze gaat het spannend maken. Hoe kan je iets vertellen alvast over hoe oma er zo meteen uit komt te zien? Nou, ik zal je vertellen en ik wil je niet bang maken, maar ik ben wel trots op deze. Ik vind mijn outfit heel spannend. Ja. Oké, komt u maar. Dag oma. Ja. Eerst in een feestje? Nou nee, ik ben net uit bed gekomen. Oké, okay. Ja dat staat, ja. Nee, ik... Nou, we laten het even. We laten het gewoon even in het midden. Ja. Want we willen het spannend houden tot het eind. Ja, dat vind ik ook. Dus ik zou... Draai nog één rondje, dan kunnen we nog even aanschouwen hoe het eruit ziet. En dan mag u outfit 2 ook aan gaan doen. Ja, het is in ieder geval niet door. Laten we doorgaan naar outfit nummer 2. Let's go, komt u maar. Nou, mooi oma. Wauw. Ik vind het mooi. Ja, het is ook leuk. Is het ook een beetje uw stijl? Krappig hoor. Het is een beetje krappig. Ja? En de mannen ook leuk. En gebronde, ja, dan is het moment aangebroken oma. Dat betekent dat degene die deze ronde wint, is ook meteen de winnaar van deze aflevering. Ja. Lieve oma, welke van de uitgaans outfits vond u het leukste? Nou ja. Ja, deze vind ik leuk en de vorige die vond ik ook leuk, maar hij was mij te groot. Dus dat betekent? Dat betekent dat ik toch voor deze ga. Hey! Ja hoor! Heerlijk! Oma, ik ga je knuffelen. Ik ben je zo dankbaar. Weet je, ongeacht of ik gewonnen heb of niet, ja. Ik vind het wel fantastisch dat we dit voor u mochten doen. Ja, ik ook. Ik hoop dat u wel een beetje blij bent. Ja, zeker. Ja, nou, alles wat u leuk vindt mag je houden. Dat is gewoon, ja, zeker. Alles wat ik leuk vind. Ja, dus alleen dit eigenlijk. Hey, pas op hè. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Mijn naam is Calvin, dit was Nina, dit was oma. Tot de volgende aflevering van de Dikste Dealer. Dikke kus, tot de volgende keer. Later.